Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs, ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty, de nieuwe finalistes. Wie heb ik bij mij? Ik ben Ellen Leijsen. Dag Ellen, je hebt al je eigen zaak in de beauty sector? Ja, klopt. Ik heb een eigen zaak in de beauty sector genaamd Glow en we zitten in Geel. Glow? Ik weet wel wat dat betekent, maar leg het eens uit voor de kijkers. Wel, Glow is heel belangrijk. De dag van vandaag, er zijn heel veel schoonheidssalonnen, maar ik wil graag voor mijn klanten echt een goede beleving geven. Niet alleen, kijk, we gaan naar de schoonheidsspecialist en er wordt wel wat gewerkt aan mijn huid. Nee, we komen echt voor een relaxing skincare. Dus we kunnen gaan relaxen, we komen echt voor een momentje me-time en wij gaan werken aan een doeltreffend en een doelgericht resultaat. Amai, klinkt heel belovend. Zou graag eens bij jou langs willen komen. Ja. Wat zijn jouw plannen voor na de misverkiezing bijvoorbeeld? Stel, je hebt een titel gewonnen. Wat wil je doen? Goh, ik wil heel graag mijn steentje bijdragen als ambassadrice voor de wellness en beauty sector. Ik kom helemaal niet uit de sector en ik wil graag iedereen een hart onder de riem steken als ze dromen hebben, dat ze die gewoon moeten nagaan. Ja. En je hebt het prijzenpakket gehoord. Er zijn heel veel mooie prijzen bij. Wat wil je graag winnen? Goh, ik ben heel benieuwd wat er op mijn pad komt en wat ik graag wil winnen. Het is allemaal heel leuk om te winnen en op zich, ik ben heel benieuwd naar de ervaring. Dat is voor mij de grootste winst op zich. Dat is heel mooi gezegd. Deelnemen is altijd belangrijker dan winnen, dus dat is een mooie ingesteldheid ook. Dus nu heb je al een eigen klein salon. Wat zijn je plannen voor binnen 5 jaar? Wel, het is begonnen als thuispraktijk op enkele vierkante meters in mijn living, tot grote spijt van mijn man. Maar ik kan zeggen dat ik binnen dit en een paar weken een groot, echt schoonheidssalon kan opendoen en dat we met een team gaan werken. En je hebt een man, wat zegt jouw man ervan, van je deelname? Hij staat er wel achter die deelname, met een korreltje zout uiteraard. Omdat hij ook weet dat heel veel tijd van mij in beslag gaat nemen. Maar al hetgeen wat ik doe, daar staat hem voor de volle 100% achter. Dat is mooi. Oké, dankjewel voor dit interview. Ik wens je nog heel veel succes in het verdere verloop van de wedstrijd. En tot binnenkort.